is Nina met het verhaal. En het verhaal heet Toeval is te vaak toevallig om toeval te zijn. Wow. Toeval is te vaak toevallig om toeval te zijn. Sanne. Langzaamaan komt de rood-zilveren trein het station binnenrijden. Ik slinger mijn rugzak om mijn schouders en stap de trein in. De grote zwarte trui hangt om me heen en ik zet mijn patch op, zodat ik onherkenbaar ben. Ik zoek een plekje, pak mijn mobiel uit mijn tas en begin mijn berichten te checken. Ik zit al een tijdje in de trein, wanneer het fluitje buiten mij vertelt dat de trein vertrekt. De deuren sluiten langzaam en nog maar net op tijd komt er een vrouw de trein binnengesprongen. Ze schuift voorzichtig door de coupé en besluit op een plek te gaan zitten tegenover mij. Ze pakt een krantje uit mijn tas en haalt haar capuchon van haar hoofd. Heel even kijk ik op naar de vrouw die tegenover mij zit en ga dan verder met het checken van mijn berichten. Maar dan pas dringt het op mij door. Het is mijn moeder die tegenover mij zit in de trein richting Parijs. Het was zaterdagochtend, 9 uur, toen hij mij belde. Vanuit mijn broekzak klinkt de standaard ringtoon van iPhone. Ik haal mijn telefoon uit mijn broekzak en kijk op het schermpje. Onbekend nummer. Vreemd. Ik word nooit gebeld. Alleen door mijn moeder en die heb ik gewoon in mijn mobiel staan. Ik neem op en hou de telefoon tegen mijn oor. Met wie spreek ik? Mijn stem klinkt angstig. Sanne, ben jij dat? Van schrik laat ik de telefoon op mijn handen vallen. Hij valt kletterend op de grond, maar is niet kapot. Haastig pak ik hem op en hou hem tegen mijn oor. Papa? Ja, ik ben het. Sanne, hoe heb je me gevonden? Mijn ogen vullen zich met tranen. Oh, ik ben zo blij je gevonden te hebben. Ik zou je zo graag weer willen zien. Dus ik dacht, ik bel even. Even twijfel ik, maar ik besluit hem toch de waarheid te zeggen. Pap, ik mis jou ook. Maar je weet dat ik jou van mama niet meer mag zien. Even pauzeer ik en slik. Het spijt me, pap. Aan de andere kant van de lijn hoor ik gefluister. Sanne, ik mis je echt heel erg. Ik heb je ticket gisteren betaald. Je komt naar Parijs. Naar mij. Dat is toch hartstikke leuk? Zijn stem klinkt zo hoopvol. Zo vertrouwd. Pap, ik zou doorgaan naar Parijs willen komen. Maar mama zou het nooit goed vinden. Een lange zucht aan de andere kant van de lijn. Ach, lieverd. Mama kan niks doen. Je ticket is al betaald en bovendien is het maar voor een weekje. Ik hoorde dat je volgende week vrij bent, dus dat vond ik een mooie gelegenheid om te komen. Mama hoeft zich geen zorgen te maken, want ik hou je op bij het station. Je ticket heb ik al gepost en die zal dus morgen aan moeten komen. Pak je koffer in, want je vertrekt maandag al. Dag lieverd. Zonder dat ik er nog iets tegenin kan brengen, hangt hij op. Mama vindt dat nooit goed, maar veel kan ik er niet meer tegen doen. Het is allemaal al geregeld. En nu? Maandagochtend, 11 uur in deze bloedhete trein. Ik vloek binnensmonds. Daar zit ik dan, in rit van 3 uur tegenover mijn bloedeigen moeder, die niet eens weet dat ik het ben die tegenover haar zit. En ik had het nog allemaal zo goed geregeld. Ik zou een weekje gaan logeren bij een oud vriendin uit Groningen. Mijn moeder vond het allemaal best. Ze zou deze week toch alleen maar op kantoor zitten, zei ze. Ze zou me de hele week met rust laten. Ik had het helemaal voor elkaar. Mijn moeder die niks wist, ik zou Parijs bezoeken en ik zou mijn vader weer zien na 5 jaar. Ze verbood me 5 jaar geleden om nog een voorval te contact te hebben met mijn vader. Hij was een schoft, een vuile afzetter, zei ze. Al die tijd verlang ik terug naar mijn vaders vertrouwde stem. En nu was eindelijk het moment aangebroken dat mijn verlangen vervuld zou worden. En daar zit ik dan. Tegenover een vrouw die denkt dat haar dochter in de bus naar Groningen. Mijn moeder kijkt op en snel trek ik mijn pet nog wat verder over mijn gezicht heen. Ik schrik als ze begint tegen mij te praten. Ach meisje, waar ga je zo helemaal alleen heen? Schichtig kijk ik om me heen. Ik moet praten. Ik moet ergens anders gaan zitten. Maar alle andere plaatsen zijn bezet. Ze praat weer verder, maar ik luister niet. Misschien zou ik op de wc kunnen gaan zitten. De hele reis. Of misschien is er wel een plaats in een andere coupé. Wanneer ik mijn tas oppak, voel ik de warme hand van mijn moeder op mijn arm. We zijn er nog lang niet. Blijf maar zitten. Het is nog zo. Ze kijkt op haar gouden horloge die ze ooit heeft gekregen van papa. Nog zo'n 1,5 uur. Het is trouwens 11 uur. Mijn dochter zou nu aankomen in Groningen. Wat is het toch een grote meid aan het worden. Helemaal alleen naar Groningen. Ik glimlach. Ze moest eens weten. Maar ik ga haar even sms'en. Vraag hoe de reis is gegaan. Ik verstijf. Mijn mobiel ligt bewegingloos in mijn hand. Wat nu? Oh god, wat nu? Zo, verstuurd. Zal ze leuk? Op dat moment begint mijn mobiel te trillen en komt het bericht dat mijn moeder zojuist heeft verstuurd tevoorschijn op mijn beeldscherm. Snel druk ik het weg, maar het is al te laat. Mijn moeder kijkt me verbaasd aan. Sanne? Vraagt ze. Ik draai mijn hoofd even weg. Sanne, lieverd, Sanne, wat doe jij hier?
Ik zucht. Dit had ik kunnen verwachten. Heel eventjes twijfel ik of ik zou liegen of de waarheid vertel. Toch besluit ik te liegen. Ik? Sanne? Ik begrijp niet waar u het over heeft. Ik kijk mijn moeder met een verbaasde blik aan. Mijn moeder fronst. Ze is diep in gedachten. Ik vergrendel mijn telefoon en bekijk het berichtje van mijn moeder. Hier, hoe kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen? Maar, mijn moeder begint haar zin. Maar precies op het moment dat ik het verstuurde, kreeg jij een bericht binnen. Ik knik en denk even na over het antwoord. Ja, dat klopt. Maar dat was van mijn vriend. Ik ga vandaag naar hem toe. Snel tik ik op het gesprek dat ik met een jongen uit mijn klas had en laat het schermpje zien. Heel snel natuurlijk. Anders lezen ze dat we het niet over de reis hadden, maar over het huiswerk van volgende week. Mijn moeder knikt en richt zich weer op haar telefoon. Ik twijfel even, maar toch stuur ik een bericht terug naar mijn moeder waarin ik zeg dat het goed met me gaat. Moeder. Ik kijk haar aan. Blond haar en helder blauwe ogen. Dat is mijn dochter. Ik denk na over het plan dat ik samen met mijn man had bedacht. Het was helemaal uitgestippeld. Hij zou haar bellen, zeggen dat ze naar Parijs mocht komen. Ze zou waarschijnlijk denken dat het van mij niet mocht en dat ze echt niet zomaar naar Parijs kon komen. En precies zo zei ze het ook. Gelukkig stemde ze in met het idee en kwam ze naar Parijs. Ik glimlach. Ze zit recht voor me, weliswaar met een tafeltje ertussen, maar de afstand tussen onze benen is klein. Het leuke van alles is dat zij helemaal niets weet. De laatste paar maanden had ik contact met mijn man. Hij was vrolijk en belde me regelmatig. Ik merkte dat we weer naar elkaar verlangden. Jarenlang heb ik hem gehaat. Hij had me verlaten voor zo'n achterbaks wijf dat ergens in Parijs woonde. Ze was nog jong. Ik heb nachten liggen huilen en denken hoe ik hem ooit terug kon krijgen. Na een jaar gaf ik het op. Hij was gelukkig met haar. En dat zag ik wel aan de foto's die hij op Facebook plaatste. Tot hij na 10 jaar zijn status veranderde. Vrijgezel, stond er. Ik sprong een gat in de lucht. Er was nog geen kans om hem terug te krijgen. Niet lang daarna nam hij contact met me op. Hij vroeg hoe het met me ging en of ik al een nieuwe man had gevonden. Mijn antwoord was natuurlijk nee. Ik had alleen maar van hem gedroomd. We belden en langzamerhand werd het steeds intiemer. Achter de berichtjes die we naar elkaar stuurden, kwamen kusjes en tijdje later sloten we het gesprek af met hou van je of love you. Mijn hoop was teruggekomen. En nu? Een paar maanden nadat hij voor het eerst contact met me had opgenomen, zit ik hier in de trein. Tegenover mijn dochter, nota bene. De trein remt af en ik leg mijn telefoon weg. Terwijl ik mijn spullen pak, sta ik op van de stoel. Ook Sanne staat op en pakt haar spullen. Samen lopen we de trein uit. Sanne. Het is een aantal uur later en de trein begint af te remmen. Ik kijk uit het raam en zie overal de Franse vlaggen wapperen in de wind. Ik glimlach even. Mijn moeder kijkt op van haar telefoon, waar ze overigens de hele reis op heeft zitten staren. Ook zij kijkt uit het raam en glimlacht. Er wordt omgeroepen dat we er zijn. Ik sta op, pak de tas van mijn stoel en slinger hem om mijn schouder. Ik laat mijn moeder voor me de trein uitgaan en loop achter haar aan. Waar zal ze in hemelsnaam heen gaan? Ik kijk rond. Ergens hier moet mijn vader staan. In de verte zie ik een man uitgebreid zwaaien. Ik loop wat verder naar hem toe en zie dat het mijn vader is. Mijn benen gaan steeds sneller en uiteindelijk ren ik. Maar op dat moment dat ik bijna bij hem ben gekomen, vliegt er iemand anders in zijn armen. Hij glimlacht en geeft een kus op haar wang. Ik stop met rennen en blijf verbaasd staan kijken. Ik loop om hem heen om het gezicht van de andere persoon te zien en tot mijn schrik herken ik haar. Het is mijn moeder. De volgende die voor ons een stukje zal voordragen is Nina. Dus ik zal deze netjes voor jou neerzetten. Nina met de onvermijdelijke spiegel. De onvermijdelijke spiegel. Met mijn benen opgetrokken zit ik op mijn bed. De kamer is donker en vanaf beneden klinken vage geluiden. Ik wrijf met mijn handen over mijn veel te dikke benen. Overal waar ze komen voel ik vet. Ik kan het niet vermijden, de dikke ik. Tranen lopen over mijn wangen. Waarom ben ik zo dik? Ik doe er zoveel voor om af te vallen. En nog steeds lukt het niet. Ik krijg al dat vet er maar niet af. Ik sta op en doe het licht aan. De vloer is koud. Ik loop naar de spiegel toe en kijk voorzichtig naar mezelf. Dik, galmt er door mijn hoofd. Mijn ogen zijn rood van het huilen en er rollen tranen over mijn wangen. Mijn buik steekt uit, mijn heupen zijn veel te breed en ook mijn benen zijn veel en veel te dik. Een koude traan valt op mijn voet, die overigens ook veel te groot en breed is. Waarom ben ik niet zoals iedereen in mijn klas? Dun, slank en met mooie benen. Het eten sla ik al een paar weken over.
En wanneer er iets wordt aangeboden, zeg ik dat ik al gegeten heb. Ze kijken me dan raar aan en ik zie hun blik dan richting mijn buiken gaan. Ze kijken dan er even naar en lopen daarna weg. Zie je wel, genoeg bewijs dat ik dik ben. Niemand kan er omheen. Ik, het vreselijk lelijke meisje hier voor de spiegel, ben te dik. De volgende dag op school loop ik samen met mijn vriendin door de gangen. Het is druk, want de bel is zojuist gegaan. Leerlingen wisselen van lokaal en ook wij gaan naar de volgende les. Lokaal deuren vliegen open en zorgen voor koeling in de veelste hete gangen. In mijn hoofd begint het te duizelen, maar ik loop door. Mijn vriendin mag niet weten dat ik vanmorgen niks heb gegeten en ook de week hiervoor weinig gegeten. Ik merk op dat ze me bezorgd aankijkt en ze legt haar hand op mijn schouder. Gaat het wel goed met je? Haar stem is warm en zacht. Ik wou dat ik zo'n prachtige stem had. Ik knik. We lopen verder. Ik draai met mijn ogen onopvallend haar kant. Haar buik is prachtig plat en ook haar benen zijn perfect dun. Waarom zij wel en ik niet? Weer die hand op mijn schouder, maar deze keer wat steviger. Ik word tegen de muur aangeduwd en kijk recht in het gezicht van mijn vriendin. Haar huid is glad, haar ogen zijn helder blauw en ze heeft prachtig golvend lang bruin haar. Ze kijkt me bezorgd aan. Wat is er met je aan de hand? Je ziet er niet goed uit. Ik draai mijn hoofd weg, maar ze geeft een klap op mijn wang. Geschrokken kijk ik haar aan. Je bent niet goed wijs, roep ik. En zonder haar nog een blik te gunnen loop ik weg. We komen elkaar pas weer tegen bij het lokaal. Ik heb al een plek uitgezocht en zit nog alleen wanneer zij ook binnenkomt. Ik probeer zo min mogelijk contact te maken. Maar vanuit mijn ooghoek zie ik dat ze al een keer naar mij toe komt lopen. Ik buig me over mijn gemaakte werk heen en check het nog voor de laatste keer. Ze blijft twijfelend stilstaan aan mijn tafeltje. Zou ik naast ze mogen komen zitten? Haar stem klinkt zacht en verlegen. Ik wrijf met mijn hand over mijn wang waar ze me geslagen had, die overigens nog best warm en dik is. En ik knik. Ze zet haar tas op de grond en pakt haar boeken eruit. Haar vingers zijn lang en dun en ze heeft perfecte nagels. Ik kijk naar mijn vingers. Lang, lelijk en natuurlijk, hoe kan het ook anders? Dik. Tijdens de les zit ik voor me uit te staan. Het is rustig in de klas en iedereen zit te werken. Maar het lukt me niet om te concentreren. Ik denk terug aan het moment dat alles begon. Het was een zaterdagmiddag. Ik zat samen met mijn vriendin op een bankje in het park. We hadden een zak chips gekocht en zaten er lekker uit te eten. Tot het moment dat ze tegen me begon te praten. Het was al die tijd stil geweest. Hé, Kiki, niet vervelend hoor, maar het valt me op dat je de laatste tijd meer eet. Je komt zelfs aan. Ze stopte even met praten en keek me aan. Ik haalde even diep adem en antwoordde, oh, oké. Ze keek even naar mijn buik, waar ik al snel mijn handen overheen legde. Daarna pakte ze vrolijk weer een chipje uit de zak. De rest van de middag heb ik de chips niet meer aangeraakt. Maar ook die volgende dag begon ze er weer over. Ze vertelde me dat ik wat breder was dan de gemiddelde mens. Ik slikte, maar gaf geen antwoord. De rest van de week bleef ze maar kijken naar mijn buik. Blijkbaar kon ze haar ogen er niet van afhouden. Ik moest gaan afvallen, al deed ik het alleen om te zorgen dat ze niet meer naar mijn buik keek. Na de les hebben we pauze. Het verschrikkelijkste moment van de dag. Het moment dat er gegeten moet worden. Wanneer ik aankom lopen, zie ik helemaal achterin een plekje waar ik kan gaan zitten. Het is daar een beetje donker en niemand let op je. Maar wanneer ik erheen loop, wordt mijn arm vastgegrepen. Het is dezelfde greep van een paar uur geleden. Ik word meegetrokken naar een plek helemaal vooraan. Ik ga zitten en leg mijn tas op mijn schoot om mijn buik te verschuilen. Mijn vriendin kijkt me aan terwijl ze haar brood eet. Moet jij niet eten? Vraagt ze. Ik sla mijn ogen neer. Ik ben mijn brood vergeten, fluister ik. Ze kijkt me aan en duwt een broodje van haar in mijn hand. Eten, zegt ze streng. Ik kijk haar geschrokken aan. Eten? Dat heb ik al een paar weken niet gedaan. Ik slik en neem een hapje van de witte boterham. Er zit pindakaas op. Dat zijn exact 100 calorieën per portie van 15 gram. Ik kijk haar aan en ze lacht. Ik glimlach terug en langzaam kauw ik op de boterham met pindakaas. Ik slik het voorzichtig door en voel dat mijn buik het opschokt. De heerlijke pindakaassmaak blijft in mijn mond hangen en al snel neem ik nog een paar happen. Wanneer ik het broodje op heb, is mijn buik opgeblazen. Opgeblazen? Maar natuurlijk! Ik heb zojuist een broodje met pindakaas gegeten en gratis, daar word ik dik van. Een golf braaksel komt omhoog. De zure smaak blijft in mijn mond hangen. Ik pak mijn tas en ren naar de wc. Gelukkig is er niemand. Ik laat mijn tas op de grond vallen en doe de deur op slot. Ruw stop ik een vinger in mijn keel. En een golf braaksel wat kletterend in de wc-put. Ik trek snel door en doe de deur van het slot af. Ik loop de wc uit en daar staat mijn vriendin. Ze kijkt me geschrokken aan. Een paar weken daarna was het gebeurd. Op school kon ze het niet laten om al haar eten uit te spugen. En de les daarna kon ze het niet meer volhouden. Alles draaide
en niet veel later viel ze van haar stoel af. Ze moest opgenomen worden in het ziekenhuis en heeft daar lange tijd gelegen. Uiteindelijk mocht ze naar huis. Het was fijn, maar nog steeds at ze liever niet en het kwam steeds weer terug. Weer spuugde ze alles uit en begon ze laxeermiddelen te gebruiken. En dat was het moment dat was het laatste moment dat ze hier op de wereld was. Want zij heeft het gevecht niet gevonden. Het gevecht tegen anorexia. Goh, zeg. Nou, van Komen is nou toch wel heel erg zwaar. Zware onderwerp, ook het eerste verhaal, hè? Heftig, zou ik het willen noemen. Waarom dit soort onderwerpen mag je schrijven? Ik schrijf, en dat is puur omdat ik vind dat er een verhaal, geen verhaal is zonder dat er iets gebeurt. En er moet iets eigenlijk stoms gebeuren om een goed verhaal te krijgen en om het publiek mee te trekken. En doe je dat dan om echt puur het publiek te shockeren of hè, om een boodschap over te brengen? Of meer omdat je zelf je eigen gedachten erop wil zetten? Wat is dan die reden daar? Ik wil sowieso mijn eigen gedachten, maar dat is puur... Ik heb het zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar dat is omdat ik boeken lees en dat haal ik daaruit en daardoor verwerk ik dat weer in mijn eigen verhalen. En ik wil het publiek mee laten slepen in mijn verhalen. En dat denk ik ook door te doen, door allemaal gebeurtenissen erin te doen die vervelend zijn. Maar je zegt, ik heb het zelf niet meegemaakt. Dat is... maar je lijkt het wel gewoon die laatste alineaat op te willen nemen voor de anorexia meisjes. Van ja jongens, zij is er aan dood gegaan en veel meer mensen gaan er aan dood. Ben je er wel betrokken mee met het onderwerp op de een of andere manier? Helemaal niet. Nee? Oké. Nou, dat is het extra krap als je zo ergens in een interview. Ja. Wat ik me trouwens ook heel erg afvroeg is, wat ik heb gemerkt in het eerste verhaal ook en in het tweede verhaal, is dat je ook van perspectief wil zitten. Van die moeder en dan van de vader en dan van het kind en nu hè, van het meisje en dan weer van het vriendin van het meisje. Zit daar een reden achter? Doe je dat expres? Of wat fijn om te schrijven? Nou, ik vind het sowieso fijn om het vanuit de ik-persoon te schrijven. En dan wil ik het ook van verschillende kanten laten zien. Want als je het vanuit één kant weet, dan weet je niet wat die ander denkt. En als je vanuit meerdere kanten weet dan, en je weet wat de ander ook denkt, dan begrijp je het verhaal weer. Super. Nou, dankjewel. Ga lekker weer zitten. Einde van de avond aangekomen, dames en heren. Nog één klein dingetje wat ik net een beetje ben vergeten te zeggen, is, we hebben net Floor geïnterviewd en daar hadden we het heel erg over. Hij heeft een boek geschreven en dat is hartstikke leuk. Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is, dat er nog iemand hier die vanavond heeft meegemaakt ook een boek heeft geschreven. Daar hebben we het even over gehad, dus dat wil ik toch nog eventjes aankondigen. Wil je misschien even zelf zeggen, voordat ik het zelf verkeerd heb, jij, Nina, hebt ook nog een boek geschreven, laatst ooit. Ja. En dat... Kom even zitten. Ja, of anders kom je even erbij. Even kort. Ja. Want dat is wel zelfs wel leuk. Ik bedoel, van dit soort gepubliceerde werken, dat houden wij wel van. Jij had ook een boek geschreven. Ja. Vertel. Ik heb het boek Rood Licht geschreven. En dat is op 2 januari 2015 uitgekomen. Dus dat is meteen een goed begin van 2015. En dat is 2 jaar geschreven. En het gaat over een meisje. En dat meisje hoekt het op topniveau. En dan wordt ze aangereden om vrachtwagen en raakt ze in coma. En uiteindelijk, en de dokters zeggen dat ze het of niet zal overleven, of als ze zou overleven, ze een zwaar gehandicapt zou raken. En ze overleefde, maar ze wil weer op topniveau komen. En misschien ligt het er misschien niet. Dit weer een heftig verhaal met een cliffhanger, dus mocht je nou geïnteresseerd zijn in het verhaal, weer sluikreclame, dan nogmaals, nog één keer de titel van je... Rood Licht. Waar kan die, want het is een speciale... Is een speciale boeken-scout, toch? Ja. Vertel daar even over de uitgever. Boekscout Jo is een boeken-uitgever voor kinderen, speciaal. En die geeft je boek gratis uit. Je doet wel vrij veel zelf. Je moet alle correctieronden zelf doorlopen. En het is voor kinderen tot en met 14 jaar. 15, 16. 16 jaar. En dan mag je je boek daar uitgeven en zij geven je boek gratis uit en je krijgt je eerste exemplaar gratis en je krijgt 10% van de winst die de rest die je hebt gemaakt. Dus mocht een van jullie nog 16 zijn en een boek willen uitgeven, dan is dat dus mogelijk. Leuk. Goed, dankjewel. Fijn dat je nog eventjes...